Goedemiddag en welkom bij deze Happy Investors video over steenkool aandelen. Nu denk je misschien, what the fuck, waarom steenkool? Dat denk ik zelf persoonlijk ook. Heb daar wat gemengde gevoelens bij. Immers, het zijn totaal geen duurzame beleggingen. En wij staan eigenlijk wel voor duurzaam. Maar we zijn ook een belegger. En het is niet aan mij om te oordelen of jij nu wel of niet in duurzame of niet duurzame beleggingen investeert als belegger. Willen wij een totaal perspectief bieden van allerlei mogelijkheden, waaronder grondstoffen ETF's, uh, dividend ETF's, ga ze maar door, vandaar de vele video's, en dus ook in dit geval aandelen. Waarom? Omdat deze steenkoolaandelen, die zijn al serieus geëxplodeerd, maar er zit nog veel meer ruimte om verder te groeien. En dat kunnen we baseren op basis van korte termijn tendensen en financiële ratio's. Dus het is echt denken in korte termijn. Je kan het eigenlijk speculatie noemen dat de komende 12 maanden aandelen zoals Peabody, dat die verder gaan stijgen. En ze zijn al veel gestegen, zoals je kan zien in deze grafiek. Wie op de bottom heeft gekocht, ja, dat had wel een serieus hoog rendement. Maar laat je niet afleiden door deze grafiek, want ze kunnen nog verder stijgen. In dit geval gaat het om uh, Peabody. En als je kijkt naar de cijfers, bijvoorbeeld nog een winstgroei van 65% op de korte termijn. En eigenlijk komt dat erop neer dat de PI dan op uitkomt op 3,4%, en dat is serieus heel goedkoop, zelfs ook in 2023 nog. Op een of andere manier verwachten analisten dat in de, uh, de jaren daarna dat het bergafwaarts gaat. Dat is waarschijnlijk ook heel erg logisch. Maar waar het om gaat is dat West-Europa op dit moment gewoon serieus steenkool nodig heeft om alles draaiend te houden. En die supply chain tekorten zijn alleen maar gegroeid. Omwille natuurlijk die sancties op Rusland en andere zaken zoals de oorlog. Nu een super interessant aandeel is uh, argkool. En argkool is ook al veel gestegen op dit moment. Bijna keer vijf. Uh, iets meer dan keer 5, maar dit aandeel kan echt nog verder stijgen. Ik denk dat dit het beste Stinkel aandeel is op dit moment. Uh, los van je persoonlijke overtuigingen. Maar als je kijkt naar de financiële ratio's uh, voor volgend jaar, verwachten we eigenlijk een PI /E van uh, rond de 2,7. De winstgroei is meer dan 200%. Natuurlijk is dit een eenmalige gebeurtenis. Uh, ja, de vraag is natuurlijk hoe ver blijven ze stijgen. Maar men verwacht dus in 2022. Een heel goed jaar te hebben op basis van sales en winstgevendheid, waardoor de pi /E ratio heel laag uitkomt. En men verwacht hetzelfde in 2023. Een wel een afname, maar nog wel steeds goede winstgevendheid. Je ziet ook de winstmarge is 18%. Nou ja, laat die dalen tot 10% en dan nog heb je een heel goedkoop bedrijf. En daar gaat het in dit geval om. Het gaat hier om toekomstige value op de korte termijn. Dus puur voor speculatie. Een derde aandeel is Console Energy. Heb er helemaal niks mee. Wel ironisch, ze noemen het Fuel the World for Better Tomorrow, maar ze verkopen alleen maar kool. Nou ja, ik denk daar anders over, dat is niet echt Better Tomorrow. Maar ieder zijn ding, kijken naar de financiële ratio's, dan is ook dit aandeel interessant. Maar ik denk wel het minst interessant van allemaal. En waarom? Omdat de winstmarge op dit moment, zelfs vanwege die stijgende uh, prijzen van kool, is de winstmarge nog maar tussen haakjes 5%, en dat is natuurlijk heel erg laag. Men verwacht een redelijk stabiele ontwikkeling op basis van PI. En daarna is het feest eigenlijk voorbij. Alleen de omzet is wel iets meer stabiel volgens de analisten. Ook Warrior Met Coal is een interessant bedrijf. Zij doen iets meer diversifiering eh, naast steenkool. En eh, het aandeel is jarenlang redelijk stabiel gebleven, maar is nu doorbroken. En men verwacht voor het komend jaar eigenlijk wel interessante cijfers op basis van zowel omzetgroei als winstgroei heel erg hoog, terwijl de huidige winstmarge al op 25% zit. Dat is wel interessant vanuit beleggersperspectief. Een bedrijf met hoge winstmarge en nog meer winstgroei terwijl de PI al heel erg laag is. Dat geeft alleen maar kansen natuurlijk. Maar ja, je hebt nog steeds het duurzame aspect zoals besproken. En dan tot slot de laatste van de vijf is Allianz Resource Partners. Ook dit bedrijf Qua aandeel lijkt helemaal te doorbroken zijn. En je ziet uh, de all-time high is nog verre van niet genaderd. Maar goed, laat je niet afleiden door de koers. Het gaat natuurlijk om de fundamentele data. Daar kijken wij naar en dat verhoogt de kans op succes. Ik denk niet dat dit het interessantste uh, steenkoolbedrijf is. Uh, maar op zich, winstgroei uh, lijkt heel hoog te zijn voor komend jaar. En de vraag is dan in hoeverre is dit allemaal in de prijs berekend? Nu, let wel, het is natuurlijk allemaal totaal niet duurzaam. Wij vanuit Happy Investors werken op dit moment zelfs aan een cursus over duurzaam beleggen. Wij denken dat dat de beste manier is voor de lange termijn. Maar zoals aangegeven, als je wilt korte termijn speculeren op een, uh, ja, laten we zeggen, verdere supply chain, squeeze en toenemende vraag van stinkel, dan zijn dit soort bedrijven toch wel interessant op basis van rendement. En als je voor de korte termijn doet en daarmee geld eruit haalt, ja, dan is maar de vraag hoe uh, erg je dat stimuleert. Of misschien ben je gewoon een profiteur daarvan. Ieder zijn ding. Sommigen kunnen er rendement mee halen en kiezen ervoor, anderen zijn tegen principes niet, gaan er niet aan mee. Alleen net wel dat als je alleen maar duurzaam wil beleggen, is natuurlijk geeft dat ook een, een gevaar tot weinig diversificatie. Ik zeg niet dat single de oplossing is, um, maar probeer je horizon wel te verbreden en te diversifieren op basis van uh, zowel momentum als ook value. Nu dankjewel voor het kijken. Ik weet, dit is een totaal, totaal andere video, totaal andere invalshoek, een ander perspectief. Uh, niet duurzaam. Het is wat het is. Uh, maar zoals ik al zei, het is niet aan ons om te oordelen waarover jij gaat, uh, waar je geld in investeert of belegt. Hoe dan ook, het is aan jou wat je doet. En uh, wij bieden echt gewoon verschillende invalshoeken aan. Dankjewel voor het kijken. Het zou leuk zijn als je gaat abonneren. Dat geeft steun en motivatie. En tot de volgende video.